Op 7 april dient ik reeds een schriftelijke vraag in over de vertraging van de werking van de dossiers bij de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. In het actualiteitsdebat op 8 april stelt u dat er inderdaad een achterstand in het verwerken van de dossiers is bij de hulpkas, omwille van het feit dat de getroffen werknemers die er terechtkomen niet zijn gesyndiceerd en nog nooit in tijdelijke werkloosheid hebben gezeten. Deze dossiers vragen meer administratief werk en blijkbaar kent men bij de hulpkas de procedure nog niet zo goed. 3 weken geleden hoopte u dat het overgrote deel van de mensen zijn of haar uitkering voor de maand maart binnen de paar dagen zou moeten krijgen. We zijn 3 weken verder na het actualiteitsdebat en blijkbaar is er bij de hulpkas nog steeds een behoorlijke werkachterstand. Nog steeds wachten mensen op een uitkering voor de maand maart. Ook zouden verschillende dossiers niet in orde zijn. Bij bepaalde dossiers zijn de uitgekeerde bedragen dan weer niet correct. Ook zijn er klachten over de bereikbaarheid. Blijkbaar is de hulpkas vaak dagen niet bereikbaar en wordt er doorverwezen naar een online formulier. Graag had ik van u vernomen. Wat is de opgelopen vertraging? Hoeveel personen wachten nu nog op een uitkering voor de maand maart? En wat is de prognose voor de maand april? Zullen die wel tijdelijk worden uitbetaald? Welke interne maatregelen heeft de hulpkas getroffen om de dossiers zo spoedig mogelijk te behandelen? En beschikt de hulpkas over een voldoende personeelsbestand om de overvloed van vragen op te vangen? Heeft uw dienst extra personeel toegewezen gekregen in het kader van flexibele inzet van overheidspersoneel tijdens de coronacrisis? Voor heel veel werknemers die momenteel in een of andere vorm van werkloosheid zitten omwille van COVID-19, zijn het onzekere financiële tijden. Mevrouw de minister, als dan daarbovenop nog eens de uitbetaling van een uitkering door nota bene een overheidsinstantie uitblijft, dreigen zij het financieel niet meer te trekken. Het manklopen van de hulpkas is ook een politieke verantwoordelijkheid. De hulpkas voor werkloosheidsuitkering werd in 1952 opgericht. We zijn bijna 70 jaar verder en de hulpkas blijft een zorgenkind. Naast een degelijk plan in noodsituatie wat nu nodig is, moet er ook gekeken worden naar de toekomst en er moet gestreven worden naar een efficiënte werking van de hulpkas. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen aangesloten bij de hulpkas naar een andere uitbetalingsinstelling gaan omdat de vakbonden beter georganiseerd zijn. Een overheidsdienst, en zeker in dit geval een van de 4 uitbetalingsinstellingen, moet er vooral voor zorgen om bereikbaar te zijn en de mensen niet van het kastje naar de muur te sturen.